We waren aan het varen en ineens was het, ja, ik weet het niet. We waren met een heleboel en iedereen is ineens weg. Ja, de melding is binnengekomen van meerdere personen ter water. En daarop is gelijk door de brandweer opgeschaald naar middelwaterongeval. Waarbij dan twee duikteams gaan rijden. En in dit geval zijn er de duikteams uit Almelo en uit Hengelo. We zijn nu druk aan het zoeken met duikers op verschillende locaties. Er is nog eens een keertje opgeschaald naar groot waterongeval. Dat betekent dat er nog meer duikers komen. En daarnaast gaan we zoeken met sonarapparatuur op onze boot. Ja, een belangrijke oefening met name voor de twee duikteams. Moeilijk werken hier in de haven. Volgens mij zie je helemaal niks onder water, hè? Ja, dat wisselt per jaargetijde. Op dit moment is het zicht nihil. Dus je ziet bijna niks. Dus je moet alles op de tas doen. Dat klopt. Voor de duidelijkheid, het is een oefening. Er liggen poppen, de verzwaarde poppen op de bodem. Ja, hoe lang kan dat wel duren voordat zo'n duiker zo'n slachtoffer gevonden heeft? Ja, dat hangt er een beetje van af. We spreken nog altijd over het gouden uur. Binnen een uur dat de slachtoffer te water is geraakt, is er nog kans op overleving. En daar zetten wij op in. Rustig, meneer, komt helemaal goed. Wij gaan u helpen. Het komt helemaal goed. Doe maar rustig. We gaan hem afzoeken. Te kijken of er nog mensen in het water, onder water liggen. Dit is een belangrijke oefening samen met het Rode Kruis, de brandweer. Ja, wat oefenen jullie met name? Waarom is het belangrijk om zo'n grote rampoefening eigenlijk te doen? Ja, uiteraard voor onze eigen eenheden is het natuurlijk heel erg van belang. Goed voorbereid te zijn. Maar daarnaast communicatie en samenwerking met overige hulpdiensten, zoals bijvoorbeeld het Rode Kruis, is natuurlijk van belang. Ja, die communicatie, is dat in praktijk vaak het probleem als er opeens wel een groot ongeluk ergens gebeurt? Ja, over het algemeen verloopt dat wel moeizaam. Dat heeft natuurlijk te maken met chaos die heerst. En dan is het natuurlijk belangrijk dat je weet van bij wie je moet zijn, wie de coördinatie op zich neemt en wie de leiding neemt. Ja. In ieder geval is het ook altijd best wel een publiekstrekker, hè? Ja, absoluut. Ja, je ziet het, hè, behoorlijk wat publiek op de been. Dus uiteraard is natuurlijk de buurt ook ingelicht van tevoren, zodat ze niet bezorgd hoeven te zijn. Dus ja, klopt. Tot nu toe onder controle hier. De bootjes die drijven nog en de meeste slachtoffers die zijn aan wal. Nog twee mensen, hè? Ja, nog twee mensen. Dus, maar zoals ik al zei, ik heb goede hoop dat die binnen afzienbare tijd worden gevonden. Laten we het hopen. Ja, zeker weten.